Want er wordt steeds meer duidelijk over het Haga Lyceum in Amsterdam. Ja, Nederlandse kinderen zouden op die islamitische school les hebben gekregen stiekem van een zeer omstreden sharia-geleerde. Volgens de AIVD gaat het om de Britse El Haddad. Deze man is zeer radicaal en staat ook bekend om zijn antisemitische uitspraken. Hij vindt ook dat afvalligen de doodstraf verdienen. En hij zegt dat westerse moslimvrouwen die vreemd zijn gegaan heel graag naar een islamitisch land zouden willen reizen om daar gestenigd te worden. Nou, de school zelf ontkent dat Al-Haddad, moet ik zeggen, dat hij daar les heeft gegeven. Hij zou daar alleen hebben rondgekeken. Het Haga Lyceum ligt op dit moment natuurlijk sowieso al onder vuur, omdat het schoolbestuur banden zou hebben met een terreurorganisatie. Nou, nu komen daar dus in de krant NRC vandaag allerlei details over naar buiten. Meneer Elian, hoe kwalijk is het als deze man, die El-Haddad, alleen al op die school zou hebben rondgelopen? Dat is heel ernstig. Kijk, als je een aantal strafbare feiten gaat propageren, namelijk het stenigen van vrouwen, het stenigen, het doden van afvalligen. Afvalligen zijn niets anders dan mensen die gedacht hebben, ik wil een andere mening volgen. Ik wil niet moslim zijn, of ik christen zijn, of ik niks zijn. Als je zegt dat deze mensen moeten worden gedood, het is een ernstige straf voor de feiten. Eigenlijk aanzetten tot terreur is bijna in Nederland. En als je dan als een school zo'n figuur, zo'n verwerpelijke, afschuwelijke man uitnodigt, je hebt helemaal geen recht op subsidies, steun van de overheid. Ze moeten gewoon zo'n scholen sluiten, heel snel. Ja. Meneer Rossel, kijkt u hiernaar? Ik hoor u knikken. Ja, ik maak me daar ontzettend zorgen om. Weet je, een school, daar moet je een veilig leefklimaat hebben voor kinderen. Die kinderen moeten op een gegeven moment de wijde wereld in. Als mooie, sterke burgers die weten wat er gaande is in de wereld. En komt er zo'n griezel langs. Ik heb er geen ander woord voor. Nee. Dus het is echt aan de inspectie om daar nu wel in te gaan grijpen. Ja.